Nieuwe dag, nieuw park vandaag. Disney's Hollywood Studios. Veenstra, Veenstra. Dat was een kattenstaart. Wil je ook in de vlog? Deze vlog begint met een pushbericht. Welkom bij vlog 8 en Orlando vlog 2. In de vorige vlog heb ik je laten zien hoe mijn allereerste dag in de parken waren van Walt Disney World, namelijk Epcot en het Magic Kingdom. En vandaag neem ik je mee naar de wereld van de film, de glitter, de glamour. De filmwereld van Disney's Hollywood Studios. Een park met heel veel Star Wars attracties momenteel. En natuurlijk ook de klassiekers, de Rock'n'Roller Coaster en de Hollywood Tower of Terror. Die je misschien wel kent uit Walt Disney Studios in Parijs. Is op dit moment een beetje een gemankeerd park, maar dat klinkt wat zwaar hoor. Er worden heel veel dingen op dit moment eventjes gesloten omdat ze over een paar jaar een Star Wars Land en een Toy Story Land gaan openen. Dat betekent dat het aanbod iets kleiner is, maar er is nog meer dan genoeg te doen hoor. Mag ik u aan daarvoor de Rock'n'Roller Coaster? Hey, listen, I'm gonna need a bigger car. Make it a stretch. In fact, make it a super stretch. Stap 1, Rock'n'Roller Coaster, Fink, adrenaline kick-off van de dag, Fink! Yellow Brick Road, there really is no place like the movies. Compleet zonder een giftshop, zoals een Star Wars lamp. En de Star Wars Darth Vader Light Up Lightsaber Umbrella. De echte Disney-fan kan niet zonder een bezoek aan One Man's Dream. Een tentoonstelling over het leven van Walt Disney in de Hollywood Studios. Met allemaal bijzondere maquettes van Disneyland, dingen uit zijn jeugd, uit zijn filmcarrière. Voor de echte nerd een must-see. pretpark is hartstikke leuk. Dat is een pretpark in 32 graden betekent wel een... Oh. Kleine colada. Hier geldt weer, zie je vuurwerk, dan is een dag in een Disneypark voorbij. Tot zover mijn tweede Orlando-verslag. Volgende verslag ga ik zo snel mogelijk mee aan de slag. En dat kan of een verslag worden van mijn grote, lange, uitgebreide dag in het klassieke park, het Magic Kingdom. Maar het kan ook zijn dat ik eerst eventjes wat andere dingen ga monteren, wat losse Amerikaanse tidbits. En mijn dag in het, komt kattenstaart, Typhoon Lagoon Waterpark. Ik zie je wel. En jij ziet het ook wel. Als je je abonneert op dit kanaal, dan merk je vanzelf wat de volgende vlog gaat worden. Maar hij komt. En hij komt snel. Orlando vlog nummer 3. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.